die erbij komen. Een Damiaan-actie kan er meer dan 20.000 redden, maar dat wil zeggen dat er nog zoveel aan hun lot zijn overgelaten. En dat zou hem prikken, hoor. Dat zou hem pijn doen. En er zijn nog altijd middelen nodig natuurlijk ook voor Damiaan-actie. En daarvoor is die heiligverklaring natuurlijk ook heel belangrijk. Want vandaag onder meer hebben ze nog geld ingezameld met een fietstocht, gesponsorde fietstocht door de mensen van Unizo, de zelfstandige organisatie. Chris Peeters, de Vlaamse minister-president, was er daarbij onder meer. En Eddy Merckx natuurlijk, een van de gezichten van de Damiaan-actie. Jean-Marie Pfaff was ook een van de mensen die daar mee fietste, zoals u ziet. En nog andere bekende Vlamingen, de minister-president. U ziet daar ook Karel van Eetveld van Unizo, Eddy Merckx. Wouter van den Houten was erbij. Het ging aan een gezapig tempo, maar het heeft wel geld opgebracht. Minstens 3000 euro. En dat blijft natuurlijk ook heel wezenlijk voor Damiaan-actie. Monseigneur, om af te ronden, u zei het al, dit is waarschijnlijk het orgelpunt, een van de hoogtepunten in uw carrière of in uw leven. Hebt u vandaag ook met de paus nog kunnen praten? Heeft hij u een signaal gegeven van wanneer u nu mag gaan rusten? Ik heb hem kunnen groeten, maar ik kon niet praten tijdens de liturgie. Ik kom naar beneden, hij is aangekleed voor de mis. Ik heb hem wat gegroet, maar we hebben niet kunnen praten over... Dus u hebt nog altijd geen deadline kunnen afspreken? Nee, dat zou u ook vandaag niet gezegd hebben tijdens de mis. Dat behoort niet tot de mis in elk geval. Maar dat zal wel gebeuren in de komende weken. Dus is het werk nog niet af, hè? Want u gaat zelf ook nog naar Molokai. Ik ga op het eind van de maand naar Honolulu en dan ook naar Molokai. En ik zal mogen de mis doen in het kerkje van de heilige Filomena dat hij gebouwd heeft, Damiaan, aan het altaar dat hij gemaakt heeft. Ja, en ook nog dat zal een ander bijzondere dag moment zijn. Ja. In elk geval heel hartelijk bedankt dat u vanavond hier bij ons zou zijn, Monseigneur.